Welkom dames en heren, jongens en meisjes bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. We gaan vandaag weer een speciale attractie doen, een dark ride genaamd Hotel Dusk. En zoals je ziet in de verte gaan wij lopen naar het huis toe. Het is echt ontzettend groot, ik heb het gebouw gezien. Het is voornamelijk gebouwd in een berg. En dat heeft hij gedaan zodat het echt voelt als een dark ride. Want als je inderdaad in een berg bouwt, dan komt er geen zonlicht door het dak heen eigenlijk. Omdat die berg dat een soort van tegenhoudt. Maar als je die berg er niet hebt staan, dan is het gewoon als je een dak plaatst, dan is dat niet genoeg. En dan komt het zonlicht gewoon er doorheen. Het ziet er fantastisch uit. Ik heb nog niet binnenin gekeken. Dus dat is een beetje de verrassing wat mijn reactie wordt als ik natuurlijk een rit ga maken in deze dark ride. Hij heet Hotel Dusk. En het ziet eruit als niet echt een spookhuis, maar het kan in één keer een plot twist geven dat het ontzettend eng gaat worden in één keer. Dus ik ben wel erg benieuwd. Nou, die man zegt dat ik eigenlijk niet naar binnen mag. Dat het is van nee, je kan niet naar binnen. Maar wij gaan gewoon even als een behind the scenes / sneak preview gaan we gewoon door deze wachtrij heen lopen. Ziet er al heel mooi uit. Ik zie ook een beetje water met steentjes. Heel mooi afgewerkt. En vooral het hotel, dat oogt echt fantastisch. Dat doet me ook een beetje denken aan een Tower of Terror idee. Nou, hier zien we dus Hotel Dusk. Mooi bordje. En je gaat hier al door de ingang. Ik weet niet of dit twee wachten. Of... Oh, dit is Fastpass. Oké. Nou, we gaan via de normale ingang. Fastpass is natuurlijk... erg zonde. En dit doet me inderdaad een beetje denken aan de Tower of Terror. Maar daar zien we al de karretjes klaarstaan. Het moet volgens mij in een rond station gaan voorstellen, geloof ik. Nou, het ziet er wel een beetje creepy uit. En zoals je ziet, ik hoef het niet donker te maken in het spel. Hier doet eigenlijk de berg al zijn ding. En met lichten, kijk eens hoe mooi dit heeft gemaakt. Het ziet er echt heel spannend uit. Laten we hier even in gaan zitten en genieten van een onride van deze attractie. Dan klik even daarop. Hoppakee. Nu zitten we erin. En ik hoor ook spannende muziek. Wow, echt hele mooie, mysterieuze muziek. En als het goed is gaan we dadelijk vertrekken vanaf het station. Ik zie daar wat koffers liggen en wat andere spulletjes. Ja, je mag gaan starten. Ik weet niet wanneer je gaat starten. Misschien gaat het op een timing. Hè? Misschien moet je even wachten totdat alles geactiveerd is in het baanverloop. Qua stroom en qua animatronics, weet je wel. Nou, dat zal toch niet. Oké, ja, ik heb echt op testen geklikt. En... misschien moeten we gewoon even geduld hebben. Oh ja, daar gaan we volgens mij. Yes, oké, we moesten gewoon even geduld hebben. Ik ben erg benieuwd. Ik zie wel een skeletje daar bovenop. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik hou mijn hart vast. Oh, wauw. Oké, we komen in de kamer. Met weer een skeletje daar. En allemaal kaarsjes die staan aangestoken. Ik zie daar een deur. Maar ik verwacht niet dat die open gaat. Het lijkt net een soort van hal. Met allemaal dure standbeelden. Of in ieder geval vazen. Oké, het lijkt een beetje op een museumachtig. Tonnetjes. En hier zijn we in een eetzaal. Nou, het ziet er tot nu toe niet heel spooky uit. Maar aan de muziek te horen is het wel een beetje een mysterieuze rit, denk ik. Vooral gewerkt met groen licht. En ik hoor iets van vuur op de achtergrond. Nou, niks te zien. Geen geest of... Oh, er gaan ineens allemaal... Vuur gaat eraan en lichten. Oké, heel tof gedaan. Gaan we naar de volgende scène. Komen we in een soort van... kamer met motors of wat is het? Oh, het zijn ovens. Het is een soort keuken, denk ik. Ja, komt allemaal rook uit. Wauw, allemaal stoom uit die emmer hier zo. En daar allemaal vuur dat blaast naar voren in een oventje. Heel mooi gedaan. Wauw, wat een detail, joh. Het is helemaal niet volgebouwd, maar ondanks dat heeft hij het gewoon ontzettend mooi ingericht. Allemaal vuur hier op de grond en rook. Wow, dat is vet. We komen in een hele lange zaal of een kamer. Gaan de lichten uit? Oh god, de lichten gaan uit. Ik vertrouw het niet. Oh jee, oh jee. Het is nu helemaal donker. Alleen het hoedje wat op het poesje zijn hoofd zit, dat geeft licht. En er komt licht van achter. Ik kan niet goed zien wat het is. Ik zie wel van die... Wow, flitsen. Het lijkt net of het buiten omweert. Het ziet er al heel erg mooi uit. Wow. Oh mijn god. Oké, we pauzeren het even. Dit was echt super gaaf. Als je een attractie maakt met een lange gang. Het doet me echt denken aan een beetje een haunted house. Hè? Dat je dan een lange gang hebt. En op het einde klapperen de deuren open. En zie je ineens een gedaante staan, zeg maar. Dat is echt heel tof. We gaan weer verder. Oh mijn god. Het is tof om af en toe even stil te staan. Wat hebben we nou eindelijk gezien? Och, oké. Een kamer, mooi licht. Zie je, het is helemaal niet veel gedetailleerd qua gebouw. Maar het maakt het toch gewoon heel tof en creepy. Oh, hij heeft hier een boekenkast gemaakt. Gaat er wat gebeuren? Er is waar een deur. Maar die deuren gaan niet open automatisch. Het zijn altijd die witte grote deuren. Allemaal rood licht. We gaan hier naar boven. Een soort van trap. Zie je het? Wauw. Een trap omhoog. Oké. Dit ziet er heel goed uit. Maar ik denk toch wel een beetje dat dit een soort van Haunted Mansion moet voorstellen. Oh, de lichten gaan uit en veranderen geel licht. En alle deuren en ramen staan op zijn kop. Een beetje een gekhuis of zo. Knipperende lichtjes. Gaan we hier langzaam omhoog. Oké. Dit ziet er goed uit hoor. Echt heel vet. Ik doe het hem niet na. Ik vind gewoon de hele stijl die dit heeft gemaakt. En vooral gespeeld met de lichten. Maakt het echt wel heel bijzonder. Daarom had hij ook wel eigenlijk verplicht. Moest hij dit waarschijnlijk in een rots gaan bouwen. Kijk wat de hoge kamers ook. Moet je kijken hoe hoog. En een stoel in het midden. Wat gaat ermee gebeuren? Gaat hij heen en weer schommelen? Ik denk het niet. Want dat stoeltjes eigenlijk gewoon allemaal bestaat uit allemaal losse objectjes. Heeft hij heel goed gedaan. Oh, ik zie een skelet. Met lichtgevende oogjes. We gaan hier erin. Wat is dit joh? Een of andere bibliotheek moet dit voorstellen denk ik. Allemaal boekenkasten. Wauw. Mooi plafond ook trouwens. Met van die kandelaars die ophangen. Wow. Flits. En wat zien we hier? Allemaal tafeltjes met spulletjes staan. En daar hebben ze zo'n laddertje dat je bij die plankjes kan komen. Dat je eigenlijk gewoon een boekje kan pakken van de bovenste plank. Wat hebben we daar dan? Allemaal rook uit het boek. Oh. Groene monster zie je zo. Oh. En daar gaan we serieus... Wordt er verbrand? We gaan de oven in. Oh mijn god. Ik hoop dat het koud vuur is, want... Oh, het wordt gedoofd. Oh, dat is heel vet gedaan. Oké. Dan komen we in een soort van grot. Dit vind ik heel bijzonder gedaan, dit. Dit geeft echt een tof effect. Heel vet gedaan. Alsof we in een soort kerkers gaan of zo. Onder het kasteel. Nou ja, kasteel. Het is nog altijd een hotel eigenlijk, hè. We gaan weer langzaam naar beneden. Het is zo donker, ik zie helemaal niks. Maar ik denk dat er iets dadelijk zichtbaar gaat worden. Oh, wat is dat dan daar? Wow. Oké, dat zag er goed uit. We gaan helemaal rond naar beneden. En best wel steil naar beneden als je het mij vraagt. Het is daar weer donker. Zien we daar geen... Ik verwacht echt dat het licht gaat opspatten. En dat we dan in één keer wat zien. Beneden aangekomen. En ook die muziek is echt vet. Alsof die het gewoon zelf eronder heeft geplakt. Het past gewoon heel goed bij de attractie. Nou, we zitten nog steeds een beetje beneden in een soort van... Ja, ik noem het even de kerkers. Want als je ziet, een soort gevangenis met allemaal skeletjes op de grond. Misschien is deze attractie wel een mix tussen de Pirates of the Caribbean, de Tower of Terror en gewoon de Haunted Mansion vanuit Disneyland. Ja, misschien wel. Ja. Maar, ja. Oh, kijk, allemaal skeletjes liggen daar ook op de grond. Gaaf. Oké, nou ja, gaaf. Een beetje zielig natuurlijk. Wat is dit? Allemaal blauwe lampjes in de verte. En ik zie daar ook van die graftombes heeft hij daar neergezet. Oh, oh mijn god. Oké. Skelettenhoofdje waar vuur uitkomt. Klinkt niet heel erg goed. Zitten we nou een soort van onder water? Zo'n gevoel geeft dat me nu wel. Moet je kijken, dat blauwe licht, fantastisch mooi. Ik ga eens kijken hoor. Wauw, dit ziet er echt heel vet uit. En daar een soort van mijnkarretje. Allemaal vuur erachter, alsof je de hel in gaat. Ja, dit is echt heel erg goed werk zeg. Ongelooflijk goed gedaan. Wat krijgen we hier? Is dit een soort schatkamer of zit ik nou echt in een graftombe of zo? Oh, hallo meneer Skelet. Ja, oké, daar liggen ze allemaal. Vet. Nou ja, vet. Volgens mij is dit een soort van onderzoek/martelkamer lijkt het net op. Van bestel hier je grafkist op maat, weet je wel. Oké, daar is het heel donker. Wat zit daar allemaal? Moet je kijken. Oh, maar is het een draak? Oh mijn god. Oh mijn god. Heeft hij dit helemaal stukje voor stukje gemaakt? Oh, mijn hemel. Dit is echt heel mooi gedaan. Ongelooflijk. Een draak van cilinders bij cilinders, zeg maar. En dan in een vorm. En dan werd het een draak. Of een duivel eigenlijk. Waarom zei ik draak? Het was een duivel. Goedemorgen. Oké, wat hebben we daar? Oh, daar zien we zijn naam, denk ik. Ranger. En dan gaan we verder. De attractie is nog niet afgelopen. Wat een lange rit. Ik had ook niets verwacht. Ja, zeg maar van de buitenkant laat je zo zien. Ziet het er ook echt heel groot uit. Het is echt niet normaal. We gaan ook weer helemaal naar boven toe. Dus misschien zitten we ook wel heel laag onder de grond op dit moment. Dat weet ik dus niet. Kan ik ook niet zien natuurlijk. Extra van die rotsen toegevoegd. Geeft wel een beetje een 3D effect. Hè? Anders heb je natuurlijk een beetje, dan is het een beetje simpel. Kan ik hier naar boven kijken? Nee. Oké. We gaan weer eigenlijk de toren omhoog. En hopelijk komen we dan weer bij het hotel aan. En zitten we niet meer in de een of andere graftombe. Hè? En zien we ook geen duivel meer. Ik denk dat we wel langzaam weer boven komen. Naar het station. Of er komt nog een gedeelte achteraan. Deze attractie laat me sowieso heel erg verrassen. Oké. Als het goed is, ik zie weer deurtjes. Heel mooie combi trouwens. Want die deuren zijn altijd heel breed. Maar hij heeft het zo gedaan dat die deurtjes eigenlijk wat kleiner eruit zien. Zie je het? Die verdwijnen ook aan de zijkant. En we komen aan bij het station. Wauw. Dit was echt ontzettend goed werk zeg. Ik wil eventjes met jullie gaan uitzoomen. Dan kan je het even zien. Niet schrikken trouwens. Ik kom trouwens niet uit deze attractie. Ik moet helemaal... Oh, dit is de uitgang geloof ik. Wauw. Nou, ik zal even uitzoomen. Niet schrikken. Hoppakee. Dit is dus de hele attractie. Dus hierin heeft hij gewoon het hele baantraject gemaakt. Je ziet ook hoe de baan loopt zoals je ziet. Hè, er doorheen. Heel goed gedaan. Hotel Dusk. Nou, laat vooral even een duimpje achter voor deze attractie. Wil je meer van dit soort attracties zien? Laat het ook weten in de comments beneden. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering. Doei doei.